allemaal en super tof dat je kijkt naar Marokko vlog nummer 2. Op dit moment sta ik nog heerlijk in het zonnetje te genieten op mijn balkon in Rabat. En straks gaan wij door naar Meknes en dat schijnt ook een van de koningssteden te zijn. Super mooi. En daarna morgen gaan we naar Volubilis. Ik kan het echt nog steeds niet uitspreken, sorry. Maar dat is een Romeinse rijk. En we eindigen in Chefchaouen en daar zal ik dan ook deze video eindigen. Maar hey, hij is net begonnen. Ik ben heel benieuwd wat het ontbijt is. Ik heb geen verwachtingen ervan, want het hotel is very low budget. Of in ieder geval, het is erg in, hoe zeg je dat, in aanbouw. Maar hey, we zullen zien. Ik heb altijd nog mijn havermout. En wat ik ga eten, dat zie jij nu. Jongens, we zitten nu uiteindelijk in een restaurantje. Omdat het ontbijt in het hotel helemaal niks was. Maar in het restaurantje hadden ze niet veel meer dan croissants. Maar ik heb de helft van de groep had nog een banaan over van gisteren. En ik heb nog een brood gekocht onderweg. Kijk, ik heb dan hier brood. En ik denk dat ik gewoon op een of andere manier die banaan ertussen ga verplengen. En dan heb ik brood met de banaan. Nou, ik vind het echt een prima ontbijtje. Jongens, het ontbijt zit erin. Het was echt een super stevig ontbijt. En nu zitten we met z'n allen in de bus en gaan we naar Meknes. Dat is een stevig broodje. En ja, dat is een stevig broodje met banaan. Een stevig broodje met banaan. En dit wordt een reis van 3 uur, dus ik ben heel erg benieuwd. En ondertussen was mijn tas een beetje stuk. Maar ja, je hebt altijd gelukkig mensen die een nice setje bij zich hebben. Dus ik ga 3 uur lang mijn tas maken. Nou ja, ik denk dat ik in 2 minuten klaar ben. Maar goed. In Meknes en we zijn al meteen naar ons hotel toe gegaan voordat we nog iets van de stad op na willen, iets van de stad gezien, dat hebben jullie net ook gezien. Maar het wordt weer even een mini hotel tour. Ik vind de kamer weer prachtig, het is vooral heel ruim. En we hebben weer een badkamer met bad. Dit zijn de 2 bedden en dan hier een klein tafeltje met stoel. En de badkamer, oh we hebben zelfs een föhn. Wc. En het bad. Wauw, jongens. Nou, dus dit is haricot vert. Brood erbij. Verse munthee. Wat willen mensen nog meer? Nou jongens, als jullie ooit in Meknes komen, ga naar een restaurant Marhaba. Daar kun je dus echt top eten. Nu gaan we Meknes bezoeken. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan zien. We zijn nu dus aangekomen in Meknes, in Kashba in Meknes. En dat houdt eigenlijk in dat het ook weer een vesting is, net zoals toen bij Rabat. En Meknes en Rabat zijn allebei koningssteden. Zijn ja, 2 van de 4, we gaan naar ze alle 4 toe. En ik heb begrepen dat het een koningsstad is, omdat het ooit de hoofdstad was. In ieder geval wordt dit ook wel Klein Versailles genoemd. Nou, van alles en nog wat we hebben gezien, zit ik nu aan een enorme beker orange juice, fresh. En fresh it is. Heerlijk. That's a good one.
يا تدرب يا تدرب فين هي ديال 40 اش تخربق هذه اللي عطاتك من التحت مالك اوكي ناو بروست يا Goed zo. Ik zie je wit wegtrekken. Oh nee, valt mee. Weet die vrucht ook weer waar je op pitjes in? Passievrucht. Ja, het lijkt een beetje passievrucht. Nou. Ik heb ook pitjes, heb ik het idee. Kijk, passievol. Kijk nou, wat wil je nog meer? En na het proeven van dit heerlijke fruit ga ik nu met een groep naar het hotel lopen. Op de heenweg zijn we met de auto geweest. Maar we hadden eigenlijk wel zin om gewoon lekker even te wandelen. Het is wel een dik half uur, maar hey, ik moet mijn 10.000 stappen halen per dag. Of moet, ik wil mijn 10.000 stappen halen per dag. We zijn inmiddels bijna 20 minuten aan het wandelen. En tot dusver hebben we nog niet de uitgang gevonden. Oh nee hoor, ik maak niemand belachelijk. Dus we zullen zien. Komen we nog uit deze stad of niet? Of blijven we hier wonen? Nee. Komt allemaal goed. Alles komt goed. We zijn eruit. Uit de oude stad. Overleefd. Ja, we survived. We zijn nu dus in een club, maar een aantal van ons wilde bier. En vandaar dat we zagen Club Rosé, heet het volgens mij. En de grap was, ze zeiden ja, je moet naar boven. Nou, toen kwamen we op een gegeven moment, we gingen al die trap op. Toen zagen we één hele foute deur, ik zal hem straks even laten zien. En toen zei ik, nou wat is dit voor fout hoekje, wie gaat er naar binnen, dit kan toch niet. Maar het was dus een deur. En achter die deur zit dus deze club. En daar kan je dus alleen alcohol drinken. Nou, het ziet er echt uit als een of andere porno show. Iets. Maar ze hadden de bier. En ze waren ook eigenlijk erg teleurgesteld dat ik cola wilde. Want ja, ze wilden toch wel eigenlijk heel graag dat we aan de alcohol gingen. Maar het is hier erg fout. Het voelt een beetje alsof we iets heel illegaals aan het doen zijn, maar we drinken gewoon een biertje. Kijk, dit was dus die deur die ik bedoelde net. Ik dacht, wat is dit voor een hoekje? Maar als je goed kijkt, is het dus een deur. En daarachter mag je alcohol drinken. Nou jongens, het spijt me. Ik heb geen idee hoe dit restaurant heet. Kijk nou even. Kijk, dit zijn mooie aperitieven. Oh, we krijgen nu ook brood, zie ik. Oh, yummy. Goed. Kijk nou even wat we krijgen als toetje. Druiven en een appel. Waarschijnlijk wel gewassen met het water hier. Maar ja, laten we het maar... Nu heb ik alleen schoon. Op hoop van zegen. Een hele goede morgen. Het licht is fantastisch zoals je ziet. Maar we zitten nu aan het ontbijten. Dat wordt een beetje een uitdaging volgens mij. Want ik zie dat iedereen een mandje met broodjes krijgt. En een toetje en een gebakken ei. Dus het wordt of droog brood of droge havermout. Ik hoop stiekem dat ze wat fruit hebben, maar daar ga ik niet van uit. Ik laat het jullie zien. We zijn in ieder geval nu nog in Meknes. En we gaan naar Chef Xiao. Het wordt een reis van 200 kilometer. En ondertussen stoppen we overal en nergens. Maar goed, dat zal ik jullie dan laten zien. Jongens, ik heb weer eens een dik ontbijt. Ik ga een broodje eten en hier heb ik nog een kommetje havermout. En hier zit pectine in. Halleluja voor Arabische mensen die geen varken eten. Dus ik ga lekker even jam op mijn havermout doen en jam op mijn brood. Nou, een beter ontbijt kan bijna niet. De eerste stop van onze lange reisdag vandaag is Volubilis. Ja, ik zeg het goed. En dat is een, volgens mij zijn het overblijfselen van het Romeinse Rijk. Nou, ik zie al inderdaad een stukje Romeinse Rijk voor me. Dus dat ga ik jullie ook even laten zien. En ondertussen word ik half aangereden. We zijn zojuist gedropt in Idris, heet het. En dit is een heilige stad ook. En daar mogen wij als niet-moslims doorheen lopen. Wat een hele klim. Maar het uitzicht is het waard. We zitten inmiddels bij restaurant Relax, volgens mij. Is het nou... Oh nee, hier staat het nu weer op. Restaurant Relax.
hype van. Ja, maar het verwisselt wel eens van naam. Het verwisselt wel eens van naam, hoor ik. We gaan in ieder geval, ga ik nu een vegetarische tagine delen. En dan gaan we daarna weer terug naar de bus. En dan naar Chef Jean. Nou, even serieus, hoe goed ziet deze tagine eruit? Ik zie heel veel groenten, dus dat is altijd goed. We zijn inmiddels aangekomen in ons hotel in Chef Jean. En omdat ik eigenlijk een hele aparte Chef Jean video wil maken, ga ik nu al deze video afsluiten. Dus morgen zien jullie welk hotel wij zitten. En wat we allemaal gaan eten vanavond. We gaan naar een heel mooi, super deluxe restaurant. Nou ja, en Chef Jean is de blauwe stad. Dus dat laat ik jullie dan ook helemaal zien. Dus morgen wordt helemaal een Chef Jean vlog. En ik hoop dat je voor nu deze video leuk vond. Vergeet zeker niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan hoop ik jullie morgen te zien bij de Chef Jean vlog. Doei doei!